Evert, de eerste rustdag. Amai. Heb je afkikverschijnselen? Ik ben in een zwart gat gevallen. Maar deze namiddag komt dan toch de redding, want dan zijn we zo op de grote tv naar YouTube gingen kijken en dan kwamen we van alles tegen en we zijn tot aan het WK 2002 geraakt. Dus... en dan hadden we er ook weer genoeg van. Het was best een leuke namiddag eigenlijk. Je hebt nu wel 56 van de 64 matchen gekeken. Ja. Dus de hashtag ik doe mee met Evert mag niet meer misgaan. Het enige wat er nog kan gebeuren is dat ik net als Erik van Looijen mijn twee netvliezen verlies en plots blind word. Dat kan er nog gebeuren, maar als dat niet gebeurt, dan denk ik dat ik het ga halen, 64 op 64. Het moet nu lukken, toch? Absoluut. Voor onze eerste rustdag hebben we een doelman op rust en een reporter ter plekke op rust. Welkom Geert de Vlieger en Karel Dirkses. Hey. Heyo, winkelmans. Kerkhoffs. Ons vat is af. Ja, wat had ik gedacht? Met die benden hier. Is dat aan het zien? Zie jij de verroestjes aan het zien? Het is echt verschrikkelijk. Ik mis het voetbal. Oscar-waardige acteerprestaties. Wat is dit? Karel, hoe was de terugreis van Qatar? Vermoeid. Ik ben vanmorgen geland. En ik had eerst van Doha naar Istanbul en dan van Istanbul naar Brussel. En op elke vlucht kregen ze een ontbijt. Dus ik heb al drie omeletten binnen vandaag. En waren de kindjes blij om hun papa terug te zien? Super blij. En dan na twee seconden vroegen ze wat ik had meegebracht uit Qatar. En had je iets mee? Ja, Juliette heb ik je kameel gegeven die ik had gekocht voor dat filmpje te maken. Mooi. Ja, en ik heb ook voor mijn zoon had ik een boot, dus een boot waar ik op zat, die ik kon kopen in Lego. Dus dat waren twee vliegen en ik was een souvenir en die speelt graag met Lego. En voor uw vrouw een valk? Ja, want die was 40 jaar geworden de dag dat je vertrok. Ja. Dus gaat iets goed te maken. Ja, maar ik had dat ervoor al gedaan. Hè. Ik had gewoon... ja, ik had al gewoon eten en al, dat was al klaar. En nu niet te moe, gaat het lukken? Het zou kunnen dat ik ergens in deel 2 in slaap val, maar dan doen we gewoon verder onder deel 3. Daar dienen wij voor, heb ik gehoord. Krijg jij veel berichten van mensen? Ah, ik zit altijd op om in slaap te vallen. Hard. Ja, dat is wel waar, maar het is ook kwart. Ze zetten het wel op. Oké, sorry, dank je. Die kijkcijfers blijven tellen dan, dus dat is geen probleem wel, eigenlijk. Voilà. Geert, hoe gaat het? Goed. Ja? Goed. Is het rustig voor u nu? Voor mij is het rustig, ja. Ik kan eens op mijn gemak naar voetbal kijken en ik kan... cherrypicking doen. Dus ik hoef niet zoals Evert alle matchen gezien te hebben. Ik kan de leukste eruit kiezen. En ik heb al veel leuke wedstrijden gezien, ja. Oké. Okay. Hoeveel moeten we dan ons daarvoor voorstellen? Ik denk minstens de helft, hele integraal. En dan hier en daar wat stukken nog. En ja, het belangrijkste heb ik allemaal meegekregen, dat wel. Dus, Kijk je eigenlijk vooral naar keepers? Nee, helemaal niet. Nee, dat heb ik genoeg gedaan. Nee, vooral naar de matchen en naar hoe leuk het is en wat er allemaal gebeurt. En de emotie voor een match, bij het volkslied, bij zo'n dolle slotfase van Iran bijvoorbeeld, ja. dat is voor mij, dat is voetbal op zijn best, ja. Was ik precies al vergeten. Ja, die groepsfase, dat lijkt wel 3 weken geleden. Ja. Mooi. Fietst je nog veel? Of is het nu zo wat te koud? Nee, het is niet te koud. Het is nooit te koud om te fietsen. Het kan soms te nat zijn om te fietsen, maar te koud om te fietsen is het nooit. Je kan je fantastisch goed kleden tegen de kou. Dus dat is niet dat jij binnen gaat fietsen? Nee, ik weiger. Ik weiger binnen te sporten. Ga jij veel binnen fietsen? Nee, maar op de rollen en je gaat de Zwift en dat soort dingen. Ja, nee. Ik zag je nu gewoon op zo'n koersfietsje rond uw living rijden. Mensen onderschatten dan nu, denk ik, wat Geert doet. Want hij vertelde daarnet hoeveel kilometers hij al gedaan heeft. En om in de winter de motivatie te blijven houden, om toch altijd weer die kou in te trekken, chapeau daarvoor. Maar het was gisteren goed weer. De zon heeft geschenen gisterenmiddag. Ja. 100 kilometertjes, ideaal. Maar allee, hoeveel uur is dat dan? Hoeveel uur is dat dan? Om 3 uurtjes en een half, zoiets. Ja. Dat is knap. De fiets waarmee Geert rijdt is wel bijna een brommer. Hè? Qua kwaliteit, qua klasse. Als we in de normale Meet-Meet-afleveringen zo ex-internationals hebben, die fietsen nu, en wij vragen, en altijd beginnen meteen met, maar niet zoals Geert. Hè. Ja, ik weet het. Is dat een doel? Het is een hobby. Nee, het is een hobby die een beetje uit de hand gelopen is. En sinds corona is die hobby alleen nog maar leuker geworden. En
ja, het fit blijven ook. Ik ben al even gestopt met voetballen, dus voetballen zelf zit er niet meer in. Andere sport laat ik ook aan mij passeren, maar fietsen is ideaal. Okay. Maar is er een WK voor ex-voetballers? Een WK wielrennen voor ex-voetballers? Als dat nog niet bestaat, dan wil ik dat bij deze in het leven roepen. Jij met Gert Verheyen, kopman? Ja. Nee, maar het gaat niet om koers. Het gaat mij gewoon om op de fiets zitten, onderweg zijn en thuiskomen na zo'n koude rit zoals gisteren. Lekker warm badje en voel dat je goed gesport hebt. Mooi. Ja. Ik pak meestal dat warm badje zonder te fietsen. Dat is ook plezant. Maar we hebben wel al lang geen kunstwerk meer gezien. Ja. Nee, dat klopt. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik wist dat ik hierheen kwam, dacht ik een wereldbeker te fietsen. Oeh. Okay. Dit heb jij niet gedaan, Geert. Dit is niet van jou. Dit heb ik niet gedaan. Nee. Veel bruggen over hem gemoeid. Dit lijkt me ook niet echt eerlijk. Als een kennersoog zegt me dat dit fake is. Maar ik was aan de wereldbeker begonnen, maar ik moet zeggen, dat is er nog niet uitgekomen. Dus er waren nog wat bruggen en waterwegen die tegenspelen. Dat is een beetje zoals uw carrière eigenlijk. Je begint aan de wereldbeker, maar hem niet halen. Ik heb hem wel gehaald, natuurlijk, de wereldbeker. Ja, maar niet een beker zelf. En niet een beker zelf, nee, maar ja. Heer dit goed. Welkom, Dennis. Dag Sam. Heb jij je kunnen bezighouden vandaag? Ja, absoluut. Er was nieuws vandaag. Hè. Eden Hazard is gestopt als international. Yes. Heeft officieel aangekondigd dat het erop zit voor hem op Instagram. Mooie post van Hazard. En dan worden we... Of ik spreek voor mezelf. Dan raakt dat ook een gevoelige snaar. Ja, wel, ik werd daar emotioneel van. Eigenlijk. Ik werd daar veel meer dan ik had gedacht. Eigenlijk. Ah, wel. Dus ik heb geprobeerd om nog eens iets te schrijven. Nog eens een gedichtje te schrijven. Het is de laatste keer dat ik het ga doen in dit programma, denk ik. Ja, ik mag het alleen doen over de Rode Duivels. En ik denk niet dat we daar nog 12 dagen over gaan praten. Ofwel. Ik ben als zeer Louis tekent, benieuwd. Okay. Verwacht ik een gedichtje. Oké, okay, dus Eden Hazard, voilà. Eden Hazard als rode duivel zien we nooit meer aan het werk. Het is het einde van een tijdperk. De frivole balkunstenaar met de stevige kont die monden liet openvallen als hij zijn duivels ontbond. Een hakje hier, een versnelling daar. Je kon alleen maar genieten van die kleine magische tovenaar. Van Brein-Lecomte tot Real Madrid, van die hamburger tegen Turkije tot de zilveren bal en een lofzang in Mid-Mid. Je goals en acties staan op ons netvlies gebrand. En in Rusland zet je de hele voetbalwereld definitief naar je hand. Au revoir, kapitein. Het gaat je goed. We gaan je missen in die prachtige Rode Duivelsgloed. Mai. Voilà. Het is nog altijd niet Herman Brusselmans, maar het is wel een goeie Dennis Zijt, vind ik. Dank je wel. Herman Brusselmans is een niveau apart. Doe er iets mee, Dennis. Dennis, doe er iets mee. Ja, de dichtenbundel, er zijn er nu al drie, dus ik weet niet hoeveel ik er nodig heb voor een boekje te kunnen uitbrengen. Maar als Frederik de Bakker boeken kan uitbrengen, dan moet dat voor ons ook okay, wel. Oké, het afscheid van Hazard. Zijn we verrast? Ik ben verrast door de snelheid. Ik had toch gedacht... Dat... Hazard en snelheid. Ja, ben je stom door eens verrast tegenwoordig. Het is toch heel snel na het WK. Nee, ik zou denken dat je toch misschien even de tijd wil nemen of je wel 100% zeker bent. Het lijkt alsof het wel al beslist was. Ik snapte het wel eigenlijk. Omdat het is niet meer de Hazard van vroeger. Nee. En wat moesten we nu doen? Als we nu nog doorging met shotten, het ging altijd een discussie worden. Hè? Van ja, moet Hazard nog spelen? En ik denk dat die discussie beu was. Ja. En dan kan hem beter nu stoppen. En als hem zijn carrière terug op de rails krijgt, dan een comeback maken. Maar dan is hem tenminste van het gezeur vanaf. Aan een comeback. Jij begint al over een comeback. Ja, tuurlijk. Ja. Wilfried van Moer. Hè. Ja, Wilfried. Of, nee, maar het is wel zo. Hij heeft een dramatisch jaar achter de rug. Met heel veel druk, met heel veel verwachtingen. Hij zal ook wel gedacht hebben van oké, dit WK kan mijn laatste kunststukje worden. Dat is niet gelukt. Ja, dat is dan denk ik dat hij de voorbije dagen inderdaad wel beseft heeft van kijk, dit nog eens, dat kan niet. En hij wist ook, maart is voor hem een onzekere periode. De eerste match die er aankomen, onder een nieuw bewind, met een nieuwe coach, die een nieuwe start moet nemen. Als hij dan nog altijd niet speelt bij Madrid, wat de verwachting is, ja, dan krijg je weer heel dat gedoe. En daar had hij waarschijnlijk ook zelf geen zin meer in. Ik denk echt, als hij nu, stel, naar Chelsea of naar Newcastle en hij begint terug goed te shotten, ja, dan komt toch de vraag van, komt Hazard niet terug? En dan mag de volgende bondscoach eens naar daar om te gaan eten en die proberen terug voor het EK... Ik denk niet dat Eden iemand is die nu nog op zijn stappen gaat terugkomen. Denk dat ook niet. Ook al is hij nog maar 31, ik denk dat dit definitief is. Maar dat is wel doodzonde. Je hebt een van de beste voetballers uit de Belgische geschiedenis en we gaan altijd moeten zeggen, weet je nog, die is gestopt op zijn 31ste.
dat is toch als international. Ja, ja, dat is toch jammer. Want... Ja, op dit moment is hij als clubspeler gestopt op zijn 30ste, ja. 29ste. Ja. Maar Fellaini en Dembele waren toch ook niet zo oud? Nee. Die stopten met Rode Duivels? Dembele, nee, maar als je bijvoorbeeld drie ziet, die wordt in mei 36. Ja. Dat is 5 jaar verder en die heeft nog net een WK gespeeld. Dus. Ja, maar de situatie van Hazard is wel... Ja, heel opmerkelijk natuurlijk. Hè. Wat het verhaal Real Madrid, dat speelt hier mee natuurlijk. Wat hij daar nu tegenkomt, ja, dat moet eerst opgelost worden voor je terug eigenlijk met de nationale ploeg kan bezig zijn. Dus. Maar het is toch niet dat hij, als hij zelfs nu niet speelt bij Real, dat hij in maart niet zou opgeroepen worden? Nee, je roept hem toch altijd wel op? Ja, maar... Zoveel werelden hebben we ook niet, denk ik. Ja, maar je hebt toch geen zin in heel die discussie opnieuw? Moet Hazard spelen? Moet ik vraag spelen? Me af, ik vraag me af of wat Ronaldo nu overkomt, dat hij daar ook niet naar gekeken heeft. Dat hij ook dat hij slimmer is dan Ronaldo, bedoel ik dan. Ja. Ik denk dat hem zeker slimmer is dan Ronaldo. Ja, oké. Okay. Ronaldo kan wel nog wereldkampioen worden. Hè? Slimmer, hè? Ja, maar hij speelt niet meer. Ik bedoel, nee, maar ja, ik snap wel dat Ronaldo wel nog erbij blijft. Ja, hij had in dezelfde situatie kunnen terechtkomen als Ronaldo, als kapitein van de Rode Duivels. En dat is nu eigenlijk ook gebeurd. En die situatie, het ziet er niet naar uit dat die situatie gaat veranderen de komende maanden. Dus misschien heeft dat wel meegespeeld en heeft hij gedacht van oké, ik moet gewoon voor mezelf ook eerlijk en duidelijk zijn en die beslissing. Ik heb vanmiddag nog eens naar de hoogtepunten gekeken van die match tegen Brazilië. Dan, dat is niet normaal. Dan werd er nog triester eigenlijk van, maar die kon goed shotten. Maar is toch wel heel... Daar speelt hij toch zijn beste match ook voor de Duivels. Ja, ik wist niet dat hij daar zo goed was. Dat was eigenlijk onze beste, terwijl iedereen zegt Courtois en De Bruyne, die daar ook fenomenaal waren. Maar hij was echt fantastisch toen. Het feit dat Karel ook zegt, amai, die kon goed shotten, zegt veel eigenlijk. Hè. Je zegt niet dat je kan goed shotten. Je zegt hij kon goed shotten. Ja, maar het was niet meer hetzelfde. Ja, dat kan zo terugkomen, want ik vind dat wel gek dat je zegt... Dat heeft Martinez ook gedacht. Hij start gewoon twee keer nog op het allerlaatste WK, dat nog altijd bezig is. Hij start daar twee keer. En hij was op het WK beter dan we hadden gedacht. Ja, ja. Plots ga je dan zeggen, nee, hij zou het niet meer aankunnen. En als hij niet speelt en hij kan niet goed op de bank zitten, want daar komt het dan op neer. Hij zou het zelf gezegd, wel kunnen, toch? Hij heeft het zelf ook gezegd, van ik ga nooit meer dat niveau halen. Ik denk, als je die klik zelf in je hoofd hebt gemaakt als sporter, zeker als topsporter, dan ga je ook nooit meer dat topniveau halen. Het lijkt mij alsof hij zich daar zelf gewoon heeft bij neergelegd van... Maar dit is nu wie ik ben geworden. Door alle omstandigheden, door de blessures. Is dat niet gewoon... Dat heeft niks met mentaal te maken, maar fysiek, dat hij voelt... Ja, het komt niet meer terug. Ja, maar ja, dat is dan wel een heel harde conclusie. Jij zegt daarnet, Sam, van hij was beter dan we dachten. Omdat hij niet gespeeld had. Ja, en beter zijn dan hij niet speelt, dus dat is al redelijk makkelijk. Maar zijn grote kwaliteit, die versnelling, die actie, die zien we niet meer. Die zit er niet meer in bij hem. En ja... Tegen Nederland en Egypte vond ik hem echt heel, heel zwak. En dacht ik van, oké, die moet uit de ploeg. Mm. En dat vond ik de twee matchen dat hij start, had ik wel het gevoel, oké, hij brengt wel. Misschien ook omdat de rest veel minder was. Hè. Dan is het toch wel... Dan moeten we echt gaan concluderen dat het een verloren WK is. Als we nu afscheid nemen van ons... Maar op voorhand dat al... Dat wel langer. Allee, dat hebben we in 2002 We zijn nog maar x aantal dagen na de uitschakeling en onze kapitein neemt afscheid van het voetbal en we zijn het er allemaal over eens dat we dat begrijpen, omdat het sportief niet meer draait. Een week geleden was dat nog de man die ons naar de volgende ronde moest stappen. Ja, dan is dat toch wel heel raar dat we dat niet door hadden als met de ploeg die we daar hadden. Dat is dan toch zonde. Had je dat niet door? Ja, wij wel. Maar dat is dan toch een foute inschatting geweest. We waren aan het rekenen op De Bruyne en op Lukaku. We zeiden toch niet, Hazard moet ons naar de volgende ronde. Dus dan had hij niet meegemoeten, hè, misschien. Ja. Ja, wel, maar die discussie, dat is een beu, denk ik. Ja, en dat snap ik. Dat is toch niet plezant? Nee. Om altijd in de discussie te staan. Dat zou in maart, als de volgende match eraan komen, nog minder goed geweest zijn in zijn verhaal. Dus ja, dan... al die columns, al die opinies maar over... Maar dat is niet. Daar is maar die persconferentie is wel. Hè. Hij krijgt altijd wel die vragen van... hij moest dat nu ook zeggen. Hè. Hij moest dan zeggen, van, ik denk dat Trossard beter is. Dat is allemaal Hij leest dat misschien niet, maar hij legt voor zichzelf ook die lat daar wel ergens denken. Dat hij denkt van oké, alleen op die manier heb ik echt een meerwaarde voor die ploeg. En ik kan me inbeelden dat hij op dit WK gedacht heeft van ik heb eigenlijk die ploeg heel weinig bijgebracht. Wanneer is hij beslist om te stoppen met de Rode Duivels? Ik heb dat nooit zelf beslist. Ah, ja. Nee, ik ben eerste doelman geweest tot na het WK 2002. Dan 2 jaar later ben ik richting Engeland vertrokken, waar ik mijn achillepees afscheurde. Ah, ja. En toen ben ik 1,5 jaar oud geweest. En ineens kreeg ik telefoon van de bondscoach, van René van der Rijken. En toen dacht ik de eerste keer in mijn carrière van dit is Candid Camera. Want ik had 1,5 jaar niet meer gespeeld. En ineens belde de bondscoach me op en die zei van ik wil jou oproepen. Toen dacht ik van
René, ik... Zou een gruwelijke kandidaat zijn? Ja, maar ik speelde niet. Dat komt uit een moeilijke periode. Ik speelde niet, dus ik dacht van... En toen zei René van der Rijk van ja, ik wil jou er terug bij, want je hebt ervaring en je zit op het hoogste niveau. En we zien wel hoe het loopt. En ja, ik kwam dan terug naar België. Ik speel dan terug bij Zulte Waregem. Dus dan ben ik nog tijd tweede doelman geweest, zelfs derde doelman geweest. Wie was toen eerste? Toen was Proto eerste doelman. Ja. En Bailly? Super lang, hè? Bailly heb ik ook nog mee getraind. Ja. Stijn Stijnen. Ja. En dan uiteindelijk Stijn Stijnen, ja. En toen ben ik geleidelijk aan van tweede keeper naar derde keeper. En toen hebben ze de jonge gasten opgeroepen. Dus ja. Nee, ik vond altijd... Ik bleef het een eer vinden om opgeroepen te worden. En ja, oké, okay, mijn rol werd wel minder en minder. Maar ik ben 43 keer opgeroepen. Ik heb 43 keer gespeeld voor de nationale ploeg. Had dat 44 keer geweest in gelijk welke omstandigheden. Ik had dat altijd gedaan. Maar voor u heeft nooit iemand een gedicht geschreven als je stopt? En... Wat niet is, kan nog komen. Genoteerd. Het is eigenlijk duizel geweest. Genoteerd. Ja, dat is goed. Is het goed of slecht nieuws voor de nieuwe bondscoach dat Hazard nu stopt? Goed. Goed. Ja? Goed. Ja. Dat is toch een vraag minder die je moet beantwoorden. Want tenzij die vraag... hij terug goed begint te spelen en de discussie start... Dan is het geen discussie terug... meer. Als hij goed begint te spelen, dan is iedereen blij als hij van gedacht zou veranderen. Ja, dus dan moet hij een bondscoach een beslissing gaan nemen om ermee te gaan eten. Ik ben er zeker van, dat kan gebeuren. Maar als je nu Louis van Gaal zet en je kijkt naar België en de Belgische nationale ploeg, is toch een punt minder om te komen? Is toch niet... Ah, chill, daar ben ik nu vanaf die discussie. Allee, hoe hebben wij over Hazard gedaan het voorbije jaar? Ja, maar als bondscoach wil je toch net... De oude Hazard terug. Ja, terug. Maar dan heeft Martínez geprobeerd. Maar iedereen was er toch over eens dat hem te veel probeerde om die terug op niveau te krijgen. Dat dat toch niet meer ging lukken. Want de Hazard van, dat is wat ik van Chelsea hebben we al lang niet meer gezien. Die bij Real Madrid is hem aan het aftakelen. Ik denk, ofwel gaat hem naar een ploeg en gaat hem beter spelen. Ofwel stopt hij gewoon met voetballen volgend jaar, denk ik. Als dat niet direct terug op de rails komt. Maar ik denk dat die nieuwe bondscoach niet alleen naar Hazard gaat kijken, maar... Want er worden nu hele grote namen genoemd als nieuwe bondscoach van België. Maar ik denk dat die inderdaad gaan kijken van oké, dit hebben ze gepresteerd de voorbije jaren. Wat verwacht men van die ploeg zonder Hazard, zonder andere toppers die misschien afhaken? En hoe moeilijk wordt die challenge om aan die verwachtingen te voldoen? Ik denk dat daar inderdaad nog... De kandidaten die allemaal klaar stonden om België wereldkampioen te maken de voorbije jaren... Ik denk dat dat net iets minder gaat zijn, omdat ze ook wel weten van het zal toch even maar duren. Dat is... Had hij niet moeten wachten op de nieuwe bondscoach? Nee, dat denk ik niet. Ik vind wel dat je in eer en geweten voor jezelf moet kunnen beslissen, altijd. En ik vind het net heel leuk dat we terug met de nationale ploeg in een positie zitten van een wit blad. Dat is eigenlijk heel lang geleden. Ik kijk daar wel naar uit. Je kan aan een nieuw verhaal beginnen met nieuwe spelers, met andere impulsen, andere tactieken. Ja, zo wit is dat blad. Ja, nee, je hebt ook drie spelers die, waar je nog altijd rond moet bouwen. Ja, en als ik dan hoor hoe men... in de bond bezig is met 2026 en hoe daar inderdaad al heel veel tijd en energie ingestoken is. Is dat zo? Absoluut, ja, absoluut. Absoluut. Van mensen opvolgen, weten wie de potentials zijn, weten met wie we... Ik bedoel, de Lavia's van deze wereld. Ja, dat zijn inderdaad de namen die ons richting 20... Dus daar is echt wel... dat gaan we wel voelen, denk ik. En dat merk ik ook van de stemmen die binnen de bond trainer zijn. Die zeggen van oké, daar is tot op de dag van vandaag eigenlijk van gedacht van... Martínez gaat dat verder zetten. Het stappenplan ligt al vast. Ja, dat ligt maar de coach moet wel nog gekozen worden. Ja, maar als je en ziet... Ja. Als je ziet hoe dat voorbereid is ondertussen ook. Okay, gaan we naar onze belofte kijken, wie daar coach is, wie daar assistentcoach is. U19, okay, U18. Geert, maar nu wordt dan Louis van Gaal overal genoemd. Die stapt niet in een plan dat voor hem al geschreven is. Hè. Die wil weer zijn eigen idee. Ja, maar die kan dat wel gebruiken, Evert. Ik ben zeer benieuwd aan hoe dat zou clashen of niet. Maar ja, ik denk dat plan alleen maar goed is dat er tenminste een plan is. Vroeger is er nooit geen plan geweest. En je kunt van een plan afwijken. Hè? Ja, en dat je nu zoiets hebt van... Plannen hebben. Het gaat toch over spelers in vorm. Hè? Ja, maar ook spelers die er aankomen. Vanaf de U17, U18, U19. Dat je weet wat er aankomt, wat het potentieel is en waar we rekening kunnen mee houden. Ik bedoel, dat Lavia nu ineens boven water komt bij Southampton. Ja, dat is voor het brede publiek een verrassing. En opvallend, maar... Binnenin wordt hij wel is dat al langer geweten dat hij bij City. Maar je kunt toch niet alles op voorhand bepalen? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Je moet wel een plan hebben. Hè? Dat blijft je herschrijven, vermoed ik, maar het moet er toch liggen. Maar iedereen wil toch dat je graag bij nationale ploeg spelers in vorm oproept? Ja. Maar dat je een plan hebt, dat kunnen dan... Ja. Oké, maar Karel, je moet toch als nationale bond weten wie binnen 5-6 jaar uw potentiële rode duivels zijn? Een heel domme vraag. Daar komen erbij en zo, hè, maar je moet toch...
Kan. Ja, maar als je nu echt een potentiële rode duivel en die maakt niks waar bij zijn club, dan kun je zoveel voorbereiden als je wilt. Er zijn er zoveel anderen die... Het gaat niet om een paar rode duivels, het gaat om hele lichtingen rode duivels. Ja. We kunnen zelfs Alkanous nog altijd overtuigen. Hè? Ja, hij is nog altijd ingevallen. Maar ik ga een heel domme vraag stellen. Bijvoorbeeld, is dat dan van, ja, wij willen wel verder in die 3-4-3 bijvoorbeeld? Is een technische commissie van de bond of die zoekcommissie van de bond daarmee bezig? Alle jeugdploegen spelen 4-3-3. Hè? 4-3-3? Ja. Ah ja, oké, voilà. Dus het maakt al niet uit. Ja. Dat leert je ook. Ik vind dat goed om weten. Dat systeem is waarmee je het meest aan de slag kan. Ja. Wat ik nu wel denk met afscheid van Hazard, die mannen die ouder zijn, dat is toch super lastig. Want die gaan dan door, terwijl dat dan onze grote man op zijn 31 al stopt. Dus die gaan nu heel veel vragen krijgen, maar Hazard, ik denk dat die niet tevreden waren met het nieuws. Karel, iets anders. Hoe was het in Qatar? heel goed eigenlijk. Ah, ja, okay. Speciaal, heel speciaal. Je hebt daar een aantal matchen gezien ook. Ik ben begonnen met België-Kroatië. Topper. Super topper. dat was verschrikkelijk. Wel, niet zo verschrikkelijk in het stadion. Ik denk dat ik voor mijn tv harder zou geroepen hebben dan in het stadion, omdat je er zo dichtbij zat. En het is pas achteraf dat besef kwam dat we eruit lagen. Maar dan lagen ze er dus uit en ik zat daar ook 5 dagen. Ik had geen ticketten. En dan ben ik zo op de zwarte markt op zoek gegaan. En dan heb ik uiteindelijk Senegal-Engeland nog gezien en Nederland tegen de VS. Oké, en hoe was de sfeer? Want op tv lijkt het echt vaak leeg, hè? Ja. Gisteren ook weer? In het echt ook. Bijvoorbeeld zo Nederland tegen... Ik wil altijd Wales zeggen, het is de VS. Nederland tegen de VS bijvoorbeeld. Wat je dan ziet in het stadion, daar zitten... Ik zat bijvoorbeeld achter de Nederlandse supporters. Wat is dat? Een man of 200. En die maakte dan wel sfeer. Maar wat je dus vooral zag, was zo Indiërs in shirtjes van Nederland. Kijk je er beelden van. Dus dat zijn dan de Nederlanders. Maar wat je dan ook ziet, is kijk, voilà, dat is een typische Nederlander die dan zichzelf aan het filmen was. Constant. Mannen die zich bij een goal zichzelf aan het filmen waren. Hier dan deze, dat was bij Engeland-Senegal. En dan dit, kijk eens, typische Nederlander. Hè. Zichzelf filmen met een Nederlandse vlag. Dus ze gaven die mannen allemaal vlaggetjes. En zo zat dat stadion 80% vol. En bij een goal was er zo, van voor mij hoorde dan gejuich van die Nederlanders. En boven wist niet wat er gebeurde. En erboven was dat zo wat een geroezemoes. En vooral veel gsm's. Mannen die zichzelf wouden filmen tijdens een goal. En zo met een vlaggetje. Maar dat moeten spelers toch voelen? Ja, dat voelt sowieso een grote arena als dat niet echt support is. Nee, ook de dagen of de momenten ertussen, de momenten dat je met een bus onderweg bent. Ik herinner me in Japan toen we met de bus onderweg waren. Als je aan stadions aankomt, trainingen aankomt, ja, dat leeft gewoon. Maar als ik het nu merk of hoor in Doha, dat leeft. Ja, nu, het was wel bijvoorbeeld Argentinië. Ja, maar die wedstrijd, die was op dezelfde dag als Nederland tegen de VS. En die ging op de zwarte markt vanaf €550. En dan dachten we Argentinië en Australië. Maar dan zag ik achteraf wel waarom. Omdat daar gewoon bijna 30.000 Argentijnen zaten in dat stadion. Terwijl Nederland, VS, die matchen, daar was eigenlijk... De Engelsen waren ook nog wel met redelijk veel. Maar ook niet met gigantisch veel. Dat was daar in de woestijn. Dat was een stadion van 60.000 man. Als daar 4.000 Engelsen zaten, zal het veel geweest zijn, denk ik. Wat eigenlijk was... heel weinig is, hè, voor een WK. Ja, wel, dus dat was het rare. Het was ook zo, buiten die stadions bijvoorbeeld, als er dan eens een Nederlander, zo'n typische Nederlander voorbij kwam, die moest ook 10.000 selfies nemen, want iedereen wou, wauw, een echte Nederlander. Oh, hier is er nog een, Heel straf. Hoe was de sfeer rond het stadion? Straat? Op straat, in Doha zelf, weinig beleving. Nu, de laatste dag ben ik naar Pearl geweest, en dat was de wedstrijd van Marokko, en daar was dan wel... Eindelijk is een beetje WK-sfeer. Ik heb gefilmd, dat is de goal van Hakimi. Dus dat zijn dan zo'n Marokkanen die op een terras aan het vieren waren. Hier, de Arabieren ook filmen, hè. Dat vonden ze allemaal heel speciaal. Juichende mensen. Maar dat is één terrasje. Dat is één terrasje. Ja, er waren nog wel terrasjes. En dan hadden we wel zo'n typische stoet, zoals bij ons. Alleen, hier is dan een stoet met een bakje van €450.000. Dus die Mustang. En dus dat is wel heel de avond geklaksoneerd. Ik werd er echt zot van. Dus voor die Qatarese was dat wel de eerste keer dat ze wat WK-sfeer zagen. Onze taxichauffeur zei toen wel dat er de dag erop heel veel klachten zouden zijn van bewoners, want dat die dat niet zouden pikken, dat er zoveel geklaksoneerd zou worden. Maar was het een beetje goed georganiseerd dan? De Qatarese dachten dat ze het heel goed georganiseerd hadden. Het was heel raar. Dus na Engeland-Senegal bijvoorbeeld, ze sloten altijd wegen af. Lukraak. Allee, voor mij was dat lukraak, dat ze wegen afsloten. Dus dat was een uur rijden van het Doha Centrum.
naar dat stadion. En toen hij weer een taxi terugpakte, reed hij nog veel verder de woestijn in. Dat wij vroegen van, wat is er aan het doen? We moeten aan de andere kant. No, no, sir, road is closed. Road is closed. I can't go. Dus wij moesten helemaal rond, omdat ze de weg hadden afgesloten. Waarschijnlijk voor een of ander circulatieplan. Dat was heel, heel onduidelijk. Maar en goed georganiseerd, ja. Heel raar. Daar zijn... Ja, je weet, heel veel buitenlanders. Qatar zijn 10% Qatarese, 90% werkkrachten. Ik heb daar bijna geen Qatarees ontmoet. Dus okay. In het gewone straatbeeld zijn dat Indonesiërs, Indiërs, Pakistanen, Afghanen, de taxichauffeurs. Dat zijn dan die buitenlandse werkkrachten? Dat zijn dan die buitenlandse werkkrachten. Dat zijn wel degenen die, natuurlijk, waar dat de commotie over was in die... Die zijn er nu niet. Ja, die zie je niet. Hè. Nee. Dus waar ze dan van zeggen dat ze de paspoorten afpakken, de bouwvakkers, dat zie je niet. Dat was in Brazilië ook. In Brazilië ook, ja, in Parijs nu ook. Daar hebben ze eens goed mee gelachen in Qatar, denk ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar die mensen, die taxichauffeurs, die zijn op zich daar nog wel redelijk content. Ze willen allemaal naar Europa komen, ze vragen allemaal hoe dat bij ons is. Maar ze worden in Qatar te werk gesteld en ze zijn wel blij. Het is wel zo dat er zoveel werkkrachten zijn in Qatar dat het soms echt belachelijke situaties oplevert. Hier bijvoorbeeld, dat is een plein, dat is redelijk proper en toch wordt dat nog gepoetst door 7 mannen. Kijk. Oh, jong. Als je naar het stadion... Proper is die Vlaanderen nergens. Als je naar het stadion gaat, dan heb je dus mannen die je de weg wijzen. Dus deze vinger, die wijst u dan de weg naar het stadion, maar die wijst u eigenlijk gewoon de weg naar de volgende vinger. Dus die wijst u dan, en dan deze vinger, die wijst u naar echt de beste vingeraar van heel Doha. Ziet in deze gaan ze. Okay. En die wijst dan gewoon met zijn 2 vingers naar de volgende vinger. En die vinger wijst naar de volgende vinger. Het is echt, je hebt ook wel ietsje luiere mensen als je naar de metro gaat. Bijvoorbeeld naar het stadion, dan wijst u de metro. Voilà. En die heeft dat gewoon opgenomen. Ze zitten om de 5 meter. Dit zijn mannen, die weg was dus ook afgesloten. Hè? Daar reden geen auto's. Hè? En toch laten die allemaal door. En dan het allertriestigste beeld dat ik heb gezien, qua overbodige werkkrachten, een man die de nadarhekken aan het poetsen was. Oh, hey, jong. Ja, jong. Heb jij ooit al iemand nadarhekken zien poetsen? En die zijn ook redelijk proper, die nadarhekken. Hè? Dat was helemaal niet nodig. Echt zot. Superveel overbodige. Het waren ook, als je ergens binnenkwam... Zo'n een beetje decadent allemaal. Uw visum werd om de 5 botten gecontroleerd. Het moet zijn dat arbeid daar niet zo heel duur is in Qatar. Je hebt ook aan sightseeing gedaan, hè? Ja. Is Doha een aanrader om te doen? Wel, Sam, ik weet niet... ben jij fan van de Boomse Steenweg? Een slecht in straatnaam. A12. De A12. Ja, leuk toch? De Carré is daar. Ah, wel, zo zijn er ongeveer... Zo van die grote banen met heel grote winkels aan de zijkant. Ah, wel, zo zijn er 15 in Doha. En het centrum is Centerparks. Dat klinkt wel goed. Dat is echt alles. Het is Centerpark of te weinig in shoppingcenter of zo. Dat is Doha. Okay. Niet mijn ding precies. Nee, het is echt een super rare stad. Het is allemaal in die grote banen en dan ja, ze heel proper allemaal, dat wel. En het oude centrum is toch wel tof. Maar die Pearl bijvoorbeeld, dat is, ja, daar was wel wat sfeer. Maar dat is echt Centerpark. Dat is precies wel het hoogtepunt, want je blijft dat als positief zijn. Nee, dat was het laatste, omdat ik er zo van schrok dat daar zoveel volk was. Ik had dat niet verwacht, omdat Doha zelf redelijk doods is. Ja. Was dit nu uw ultieme droom? WK-reporter? Je hebt het mij ooit gezegd, dat is mijn ultieme het was een droom. Ik was heel blij dat jullie mij gestuurd hebben, dat ik naar daar kon. Als u echt een droom hebt, dan zou ik nog altijd wel eens graag commentaar geven op een WK. Dus ik wacht nu gewoon af tot het de VRT mij belt. Nu, als ze nu toevallig mijn nummer niet zouden hebben of zo, ik heb het al wel gedaan nu. Ik heb wel gehoord dat ze bij Sporza Karel Dirk noemen. De Nederlanders opnieuw. Nu uitbraakmogelijkheden voor Amerika. Ze komen er niet door. Dan stevig Nederland toch fout meegekregen nu. Voilà, kan ik hem een bucketlist halen? Ik heb commentaar gegeven op een WK. Voilà. Sporza mag bellen en Sporza mag nu bellen tijdens dit blokje reclame. Oh, my. Het is echt klaargekomen. Het is een plus 18 video. Wij zijn vandaag bij Classic Soccer Jerseys in Brussel. En Sam en ik mogen er vandaag 2 kiezen. Ja, we hebben Dennis thuisgelaten, de sidekick doet niet mee vandaag. Nee, we willen wat views halen met deze video. Australië Soccer. Die waren gesponsord door Coca-Cola. Ja. Maar dat mocht niet op het shirt. Dus die...
golfjes zijn een verwijzing naar Coca. Wow, dat had ik totaal niet door. Ik ook niet. Dat is mij verteld. Mooi. 96. Nee, ik herinner me dat. Hebben die gespeeld met zo'n print? Is eigenlijk een goal die ze hebben gemaakt, volgens mij tegen Ierland in 94. Ah, de kwalificatie. Je hebt daar een foto van en die hebben ze in 96 gespeeld. Dat is rete vet. Dat is eigenlijk wat ze nu terugproberen. Een beetje bootleggen. Evert de Kenner wist het niet. Hè? Nee, gefaald. Maar ik heb hier wel iets lekkers gezien. Een tricolore, een bal van 2K 1998. En hij is eigenlijk nog in waanzinnig goede staat, moet ik zeggen. Is niet echt opgevonden. Zeer speciaal stofje wel. Het is iets... Daar kun je toch niet in zweten? Dat is een regenjas. Ja, zo dat stofje. Geertje, in dit shirt heeft een man, deze man, tegen jou gescoord. Blijf je klaarkomen. Maar dat kleedt ook gewoon goed. Dat, snel, dat kleedt gewoon goed af. Daar kun je overal mee op een feestje komen. Trouwfeest, communies. Als je dit aan hebt, kom echt, zie je er altijd goed uit gewoon. Oké, okay, goed. Ik ben klaar voor een selectie te maken. Dat is mijn eerste. Ja, terecht. Wat is dat nu? Ik ga gewoon direct voor de money beat. Hoppa. Keuze nummer 1. De R9 Classic 2002. Wereldkampioen. Ik denk toch dat eerste, ja, dat. Voilà. Adidas, midden jaren 90. Altijd goed, prachtig. Rood-geel ook, dat komt goed van pas. Briljante keuze, moet ik zeggen. Edgar Davids en Le Bleu. Oh, jij weet niet hoe, jij weet niet hoe blij ik hiermee ben. Hè. Dit is echt het beste cadeau van het jaar. Evert, tevreden met de oogst? Ja, ik ben super tevreden. Ik weet niet of dat, glunderen. Ik weet niet of dat dit uitdagend is nu voor u, Geert. Nee, totaal niet. Het spijt me dat ik dit heb gekozen. Het is geen schande ook. Of zo. Hij heeft net gezegd dat hem van die match zich niks meer herinnert. Dus dat shirt had ook toen nog weer een beetje dezelfde fysiognomie als gegeit. 10 kilootjes te veel, maar hij maakte toch nog wat goals. Nee, ik vind dit iconisch. Ook met ja, die cirkel, de Total 90-design, denk ik dat dat was. Ja, en deze kon ik niet laten liggen. Ja, één, dat is rood-geel. Maar dat is ook Spanje 94. Hè. Dat doet me denken, Luis Enrique en zo. Amor, Nadal. Oh, dat vond ik een prachtige ploeg. Want dit is toch Predom 94, hè? Ja, dat is Predom 94. Maar het shirt is van Geert. Ah, ja. Ik was toen Belofte International, dus wij hadden toen dezelfde shirts. Ah, tuurlijk, ja. Ik vind niet wel zo... Dat is... Als je, ken je Paintbrush nog vroeger? Ja, ja, ja. Dan zou dit shirt uitkomen. Konden ze met de graffiti spuit en dan een driehoekje, een cirkel erin. Een ontwerper die... Allee, ja, meer jaren 90 wordt het niet dan dat shirt. Ik vind het meest iconische keeper-shirt dat wij gehad hebben. Toe. By far. Absoluut. Ik zou er nog wat graag eens in zien, eigenlijk. Ja. Geert heeft wel een fantastische collectie bij, maar... Je hebt ook dat met die koortjes, daar ben ik wel jaloers op. De Franse is niet zo mijn ploeg, maar dat nee, met die koortjes... hebben altijd vette shirts. Classy. Ginola. Ja. Ik zie Ginola voor mij. Dit is, hier hebben ze een kwalificatiecampagne mee afgewerkt richting WK 98. Hey. Ah, oké. Okay, van €96 tot... Frans vind ik altijd mooi. Maar, donkerblauw, wit, rood. Heel belangrijk, het lijkt alsof onze sidekick vergeten zijn. Ah. En hij weet van niks, maar we zijn hem niet vergeten. Oei, oei. Nee, verrassing alom, Ga het gooien, probeer te vangen. Nee. Oei, dat gaat hier mee. De studio is groter dan je thuis denkt. Epa. Oh, mooi. De classic Vancouver Grizzlies. Voilà, klein cadeautje van schoon. Ons voor u. Dank Dennis. Je, mannen. Een Bibi. Een Bibi. We wisten allebei niet wie Bibi was. Mike Bibi. Come on. Weet er iemand wie Mike Bibi is? Legend geworden bij de Sacramento Kings. Had eigenlijk de finals moeten halen in 2002, maar de refs hebben dat toen verkloot. Die ref, Donaghy, dat is nu een documentaire over op Netflix. Die heeft die, ah, die omgekochte ref. Die omgekochte ref heeft die serie mee bepaald. Exenosis aandoen. Voor na 2K. Aandoen. Ja. Dennis, aandoen. Ik denk dat ik, als ik erin kan. Zoals een beetje eigenlijk. Tijdens de reclame ga ik het aandoen. Wordt jij eigenlijk een serieuze verzamelaar van shirts? Nee, plichtsbewust wel na wedstrijd als je gaat wisselen. Maar ja, zoals verwacht, ik heb thuis op zolder 3-4 dozen staan, vol met shirts. Maar ja, onder andere deze en ook veel andere. Maar, is dit matchworn van Van der Sar? Alle shirts die ik mee heb, zijn inderdaad matchworn. Ja, Geert gaat erin kopen, denk ik. Pieter Schmeichel heb ik vast. Dat is waar, eigenlijk. Pieter Schmeichel. Maar dus je wisselt wel als doelman? Is het dan een regel dat je ook met een doelman wisselt? Of?
Is dat Marcos van België-Brazilië? Ja, dat is de Marcos van België-Brazilië. Oh, wauw. De mensen die nu enkel luisteren, die missen wel iets. Dit is dus echt... even naar YouTube als dit je enkel is... luistert, want dit is echt de moeite. Dit is Marcos de Vlieger van die wedstrijd. Hè? En ik had eigenlijk ook het grijze shirt aan. Maar ik heb het grijze shirt weggeschonken voor een goed doel. En daar is heel veel geld voor opgehaald. Okay. Dus dat gele had ik nog liggen ook. Dus met deze arm heeft hij een bal van Wilmot niet gepakt. Hij heeft wel andere dingen gepakt toen, die match. Maar kijk. Andere ballen. Nee, maar Geert kwam daar straks binnen met een Delijzenzak vol shirts. En echt, dat was precies of ik in een snoepwinkel terecht kwam. Het is fantastisch, want er zijn heel veel ex-voetballers die het dan na verloop van tijd toch allemaal weggeven of wat dan ook. Ja, ik moet zeggen, er is zo'n blijkbaar inderdaad een beweging aan de gang van we gaan die shirts allemaal opkopen. Ja. En dan, dus ik heb zo eens een Duitser en een Engelsman via mail binnengekregen die shirts wouden kopen. Maar ja, die hebben het al op één shirt en dan geven ze voor één shirt heel veel geld. En dan de rest willen ze dan allemaal bij. Dan denk ik van ja, dat ene shirt wil ik nu ook wel houden. De rest mag je hebben. Want ja, er zitten shirts bij van Andorra, Liechtenstein, drie van Tsjechië. Zuid-Korea, ik bedoel, alles zit daartussen. Zalig. Maar jij zit er dus wel een beetje aan gehecht. Want veel ex-internationals die bij u gespeeld hebben, zeggen wel allemaal... Pff, ja, echt totaal niet. Op een dag kan je ze eens gebruiken. Ja. En dat is vandaag. Maar er zijn er sommige bij waar inderdaad de mot serieus in zit. Want ja, die steken op zolder. Drie grote dozen vol. Maar hoe groot was die Schmeichel, jong? Die was een reus van 2 meter. Ja, maar veel. Ja, maar dat was in de jaren 90, dan zaten de shirtjes ook heel wijd. Droeg je wel groot, hè? Daar kan een klein gezin mee naar Pukkelpop, jong. Dat is een tent, dit. Oh, nee. Normaal. Ik kan wel zeggen, alleen al die Delijzenzak, en je zei dat je nog meer had, voor echte verzamelaars is dat echt wauw, hè. Dat is het Walhalla. Maar dat weet je ook. Ja. Maar ik vind het ook wel iets... Het is nog iets tastbaars van je carrière, natuurlijk. De rest is videobanden die spelen bijna niet meer af. Of je vindt geen videorecorder niet meer. En die dozen, ja, daar ga je soms door. Je schenkt ook veel dingen weg. Want je kan dus echt wel een paar jongens bij ons op de redactie, andere ex-supporters, die nog zo een shirt met een grote G op te zien krijgen, die helemaal verkocht zijn. Dus ja, af en toe druk iemand er plezier mee. Dus koesteren, echt bijhouden, collectie bewaren. Ja, als je verkoopt, bel ons. Nee, ja, echt bijhouden. Of hier zou ik willen graag... 1 euro boven je bot. Een matchje. Hier zou ik wel eens graag een match in kiepen, eigenlijk. Je kan ook, Geert, 1 keer om de 6 maanden je zolder openzetten voor Evert en Inkom vragen. Hè? Kan ook. Of we kunnen eens eentje een mooi wegschenken voor het goede doel of zo. Dat kan ook wel eens een dat is een grote actie opzetten. Ja. Oh, nee. Dat is de editie van Nike met het binnenshirt. Ah ja, ik dacht dat er nog een eentje in zat. Speciaal voor de tropische temperaturen in Japan. Allee, daar ga je zo toch niet mee om, Karel. Dat is voetbalgeschiedenis. Sorry. Karel, wat is uw favoriet all-time WK-shirt? Ik was wel fan van de Duitsers in de jaren 90, 94 of zo. En vooral van het lettertype op de rug. Zo, dat met die blokjes. Ja, waar er zo'n relief in zat. Het shirt waar Klinsmann in speelde. Dit... Ja, hier, dat. Dus die 1 en die 8. Dat vond ik... Ja, ik denk meteen aan Josip Peber. Ja, ik wou het juist zeggen. Shirt. Ja. Dat is die match ook. Dat is die match, dat toernooi. Ja. Okay. Waarin we penalty hadden moeten krijgen. Hoe heette die scheidsrechter weer? Reutlisberger. Ja, Reutlisberger. En de fout was van? Helmer en Bremen. Sterk, man. Je zei ook echt fier op hem. Ja. Ze hebben dat shirt trouwens vandaag vast gehad, hè, van die Duitsers. Ja, en ik vond het heel mooi, maar ik kreeg het niet over mijn hart om te kiezen. Dat kan niet. Nee. Wat is voor u het favoriete shirt? Ik heb daar heel lang moeten over nadenken, toch. Ik ben daar toch een viertal uur mee bezig geweest. want ik heb eigenlijk niet zoveel met retro shirts. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor Admiral. En dan Engeland 82. Omdat Admiral, dat had iets uniek. De Belgen in 82 waren ook heel vet. Maar Engeland vond ik... Die heeft stijl, dat heeft klasse. Wow. Dat heeft toch ook nog iets uniek. Ja, zeker omdat Kevin Keegan het aan heeft, natuurlijk. Ja, maar dat kan ook zo'n hardrock bandzanger geweest zijn. En het plaatje klopt gewoon bij Keegan. Weet je over Kevin Keegan trouwens? Benzema is er nu niet bij. Hè? De gouden bal is niet op het WK. De laatste keer dat de gouden bal er niet bij was op het WK, was Kevin Keegan in 1978, als ik me niet vergis. Dus... Toen hij in Duitsland speelde, was dat dan? Toen Hamburg. Duitsland speelde. Kijk, jongens. Ja, we hebben het daar gewoon veel over gehad. We hebben het er daar al over gehad, ja. Geert, wat is uw favoriete WK-shirt? Ik ben wel te vinden voor een shirt dat heel lang hetzelfde blijft. En los van het feit dat Brazilië daar toch eens een rare 9 op gezet heeft, vind ik het Braziliaanse shirt ook nu weer zo gewoon. Dat geel met dat blauw en die witte sokken met een beetje groen aan.
ja, je ziet gewoon, dat is Brazilië. Dat en dat, of hij dat shirt en die uitrusting die van de jaren 70 pakt, 80 of 90 of nu. Ja, ja, ja. Dat is heel herkenbaar. En dat vind ik een beetje jammer aan het Duitse shirt dat we er net zagen. Vind ik ook jammer aan onze Rode Duivels shirts. Daar wordt veel te veel marketing op losgelaten. Ik snap niet dat je dat doet in een clubshirt, maar ik vind voor een nationaal elftal, dat moet iets... Dat moet valt net iets voor meer, te zeggen. Ja. Net meer herkenbaarheid. Ja. Ja, maar als je Brazilië van de jaren 70 ziet, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is gewoon direct de kwijl loopt uit je mond als je die elftal bij u, Evert. Maar het is ook de combinatie met de spelers, met het elftal, met de nostalgie. Het klopt gewoon. Ja, maar als je nu naar onze shirts kijkt van de Rode Duivels, wat er allemaal gepasseerd is, ja. En er valt over iets te zeggen, maar daar zit gewoon geen lijn in. Dan denk ik van ja, 1980 toen we EK-finale speelden, fantastisch rood shirt, zwarte broek, gele kousen, maak daar... Oh ja. Ja, ik bedoel... Ja, ja, dat is niet normaal. Dat is echt klasse, dit. Dit is toch. Ja. Ik denk wel, als ze die broekjes nu nog uitbrengen, daar wil je geen enkele Rode Duivel nog in spelen. Ja, maar wat ik mij ook afvraag, dan moeten ze die toch echt slips aan doen? Ja. Je kunt toch geen boxershort onder zo'n kort short aan doen? Dat bestond nog niet in de jaren 80, een boxershort. Boxershorten? Dat bestond toen nog niet. Alleen maar ballenknijpers toen. Mijn vader heeft ooit een boxershort gekregen in de jaren 90 als cadeau en die deed daar een onderbroek onder. En zo reed hij in het gras af in de hof. Echt waar. Dat bestond niet. Dat was iets nieuws, een boxershort toen. Sam, boxershorts hebben niet altijd bestaan. Hè? Ja, dat lijkt zo. Maar er zijn toch heel veel lijkt spelers... Lijkt me moeilijker om een slip te maken dan een boxershort. Ja, maar er zijn ook heel veel spelers die een slip verkiezen boven een boxershort, denk ik. Omdat dat strakker zit rond het lichaam of zo en dat je dan je atletisch voelt. Maar er zitten voelt. Ook slips in die shorts. Ja. Dit is het moment dat de mensen in slaap ontvallen zijn. Of net niet. Slaap wel, mensen. Sam, wat is uw favoriete shirt? Het Zidane 98. Mm-hmm. Ja, ik vind die Fransen hebben echt altijd mooie shirts. Hetzelfde goede lettertype. Sorry, nu ook weer. Ik vind dat fenomenaal. Varane die ook rode schoenen aandoet bij die rode kousen, dat zo die vlag helemaal af is. Voilà. Dat is toch een schoon shirt. Ja. Als je nu moet kiezen tussen dat waarmee ze effectief het WK gespeeld hebben of hetgeen dat je aan hebt met het koortje. Dat. Ja, toch? Ja, sowieso. Dat vind ik ook, ja. Dennis, jij hebt trouwens foto's van enkele iconische shirts. Ja, ik heb er een paar onder elkaar staan. Ik begin met de Rode Duivels, 1982. En wat ik hier vooral zo speciaal aan vind, die gele streep aan de zijkant, dat die doorgaat naar het shortje. Ja. Misschien dus, was dat de mode toen? Ja, het is... In het rugnummer ook opvallend. Het zijn zo lijntjes, precies. Het is met lijntjes, inderdaad. Admiraal, hè? Prachtig. Kijk, Admiraal blijkbaar. ook iconisch, Cameroen 2002. Oh, nee. De tanktops eigenlijk, ja, hè, zonder de mouwen. En dan moesten ze daar verplicht... Ze moesten mouwtjes hebben en hebben ze er zwarte mouwen aan genaaid. Dat is waar. Ja. Deze ploegfoto, als ze die echt droegen zonder die mouwtjes, dit is iconisch, toch? Dat is weer een basketter. Die kiest een mouwloos. Ik vind ze lelijk, hè? Maar het is toch een iconisch shirt? Ze hebben er allemaal wel het lichaam voor, natuurlijk. Behalve de keeper, die had geen mouwloos shirt. Zou dat iconisch... moeilijk zijn om te keepen? Nee, eigenlijk niet. Oh, nee, eigenlijk niet. Nee. Raar. Nog iconisch, Kroatië, 1998. Lotto. Ja. Dat is ook een van mijn favorieten. Kroatië, altijd mooie shirts ook. Ja, behalve dit toernooi. Herkenbaar, vind ik. Vind ik ook mooi. Herkenbaar gewoon. Ja. En een van de lelijkste shirts, Denemarken 1986. Nee, neem dat terug. Dat is ons lelijk. Dennis? Nee, geen grap, Dennis. Evert heeft dat vandaag vastgezet. Geen grap. Kom aan, zie nu hoe lelijk dat is. Dennis, neem dat terug. Ja, smaken en kleur. Dat is een prachtig ja, shirt. Smaken. Hoe noem je spits van het shirt dat je vast had? Ik had spits in België gespeeld, Hellas Verona kampioen gemaakt, in dat shirt, Denemarken. Met een Lokerse vrouw geëindigd. Ja. Oeh, die tak. Toch? Ja. Lokerse vrouw is niet gelogen. Rebe Larsen. Voilà. Topspits doen in dat shirt, dat is iconisch. Dat, nee, Dennis, ja, je bent je... Maar ik heb gezegd dat het iconisch is. Ik vind het gewoon niet mooi. Er is een verschil tussen iets mooi vinden en iconisch. Ik vind dit erg genoeg om niet meer terug te keren na de tweede blok reclame. Ik heb wel nog een ander. Een goed brugje. We moeten eruit voor reclame. Evert, we krijgen heel veel berichten van mensen die vragen wanneer ze eens mogen langskomen. Als analist dan, om hier in de zetel mee over voetbal te komen praten. Mensen onderschatten hoe moeilijk dat is, Sam. Of jij onderschat jezelf. Maar ik heb heel goed nieuws, toch? Ja, we hebben een rubriekje. The one-a-list. The one-a-list. Ja. Do you wanna be an analyst? Ja. Ik vind dat een goede titel. Dus mensen moeten ons volgen op Instagram of kijken op Instagram. Morgen gaan we zeggen hoe je de one-a-list van Mid-Mid Mondiaal kunt worden. En wat we ook... op Instagram gaan doen, is een giveaway, Karel. Ah ja, als we het toch over shirts hebben. Ik heb ook een aantal match-worn shirts mee.
Dus ik had een lijn uitgebracht om wat te protesteren tegen de FIFA, want ik blijf dat echt... Maar ik dacht dat je daar eens gekocht had op een of andere luxe. Nee, ik had dat laten maken. Ik wou dat eigenlijk tonen aan Gianni Infantino, maar ik heb hem niet gezien in Qatar. Dus FIFA van Kullo. Dus FIFA Kusmenol. Of deze. Dat is mijn favoriet. Bij mij een andere. FIFA Las Gegas. Dus, ik heb ze nog niet gewassen, dus ik weet niet. Ik kan er niks meer mee doen als iemand die wilt hebben. Mag ze hebben. Of zij mag ze hebben. Voilà, we geven ze morgen weg op Instagram, @mitmitpodcast. Ja. Geert. 2K in 2002. Is dat het hoogtepunt van uw carrière? Ja, sowieso. WK meemaken met je land is denk ik het hoogst haalbare. En voor ons waren de ambities toen duidelijk. Dat was de eerste ronde doorkomen. En dan wel zien wie we tegenkwamen en daar ons best doen. En dat hebben we gedaan, denk ik, tegen Brazilië. De later wereldkampioen. Dus ja, absoluut een hoogtepunt. Ja. Denk je nog vaak aan die match dan? Nee, maar wel aan het geheel, aan het WK aan zich. Het was Korea-Japan toen, het WK. Een mooie aanloop, afscheidsmatch in Frankrijk, gewonnen tegen de Fransen. Dus wel met een goed gevoel vertrokken. Dan wat moeilijk openen tegen het gastland, Japan, wat een ongelooflijke beleving gaf. Dag voor de wedstrijd, trainen in het stadion, stampvol met supporters, fotografen. Echt het land op stelte, omdat Japan in eigen land aan een WK begon tegen de Belgen. Japan het eerste WK-trauma bezorgd. Het werd toen 2-2 die wedstrijd. Ja. Dan daarna tegen Tunesië gelijk gespeeld. En dan moest het eigenlijk gebeuren tegen Rusland, hè, wat de Belgen nu ook tegenkwamen tegen Kroatië. Wij moesten winnen en we wonnen met 3-2. Dus delirium tot en met. Voor ons was dat echt wel een goede prestatie door de eerste ronde doorkomen, de achtste finale halen. Dus met en was geweldige vrije trap van Johan Wallem. Ja, ja, klopt, klopt. Ik heb toen mijn examen fysica verzet naar 8 uur 's morgens, want die match was om 8:30 's morgens. Hier waarschijnlijk hier wel. Ik ben met mijn brommerke, gelijk zot nog daar geleden, gevallen met mijn kostuum aan van mijn mondeling-examen fysica. En daardoor was ik dus te laat voor de goal van Johan Wallem. Dus en dan tegen Brazilië. Ik bedoel, dat was toen ook al een iconische ploeg. En we hebben daar onze ziel en onze zaligheid in gegooid. Dus we hebben ook achteraf nooit spijt van gehad dat we daar tegen verloren hadden. We hadden echt zoiets van, we hebben er echt alles aan gedaan om er tegen te winnen. Het is ons niet gelukt. En ja, dat ze daarna wereldkampioen geworden zijn, nee, dat is geen troost. Want daar heb je niks aan. Nee. Zo die lulverhalen van, dat is nog een troost, ze zijn wereldkampioen geworden, dat niet. Maar ja, het blijft wel een iconische wedstrijd natuurlijk. Maar we hebben vandaag een grote samenvatting van die match gezien. Het was wel zelfs meer dan alleen die goal van Wilmots. Hè? Ja. Ik dacht altijd van, ja, als ze die goal... Maar we hebben nog echt superveel kansen gekregen. Het was echt een supergoeie match. En ik zorg van, net na die goal van Rivaldo, waar dat Geert niks aan kan doen... Afgeweken bal. Afgeweken die bal. Kopt Bart Goor gewoon naast een bal. Ja. Als die er een centimeter opzij zit, dan was dat altijd goal. Want de keeper hier, Marcos, was nogal onoordeelkundig uit zijn goal gekomen. Ja. Maar dat wist ik al niet meer. Heel de eerste helft waren we de betere ploeg. En toch... hebben we na de wedstrijd, want ons toernooi was dan gedaan, dan ga je samen zitten en een beetje napraten over het toernooi en over die wedstrijd napraten. En toch hadden wij allemaal het gevoel, ook tijdens die eerste helft... Wij kunnen niet winnen. Ja, wij kunnen niet winnen, is veel gezegd, maar hoe ongelooflijk goed dat die waren bij momenten. Niet normaal. Die Ronaldinho, als je die beelden weer terugzag. Ja. En dat voelde je wel van ja, wij doen ons uiterste best. Ze hadden hun handen vol met ons. Dus ze wisten ook niet goed van, hoe gaan we dat herkeren. Maar op het moment dat het bij hen wel ging lopen. En dan, ik weet nog dat ze in een combinatie, in 3-4 passes, stond Roberto Carlos alleen voor de goal. En die leverde daar een pegel af dat we dachten van, ja, was hij nu binnengewaaid? Hadden we allemaal staan kijken, hadden we niks kunnen aan doen. Dus dat gevoel had je ergens wel. Ze hebben ook gezegd dat jullie de sterkste tegenstander waren. Hè? Ja, ik bedoel, dat klinkt dan mooi natuurlijk. Joepie, dat ze weer iets typisch Belgisch. Ja. We verliezen. Ja. En denk je, Geert, als Prendergast die goal niet afkeurt, dat je dan nog zou verloren hebben? Of? Ja, ik bedoel, dat is voetbal, dat weten we niet. Maar nee, ik had wel het gevoel inderdaad dat ze dan misschien sneller naar die hoge bestelling waren overgeschakeld. Dat wel. Maar op het moment dat het echt moest gebeuren in die tweede helft, dat ze echt gingen voetballen. Die eerste goal was met een afgeweken bal, daar wel. Maar ik vond een waanzinnig beeld dat we dan vandaag hebben teruggezien was bij de aftrap. Al die flashes van al die foto-toestellen in de tribunes. 20.000 Japanners. Zonder zwans werd dat gevraagd om de lichtjes aan te steken. Ik heb dat laten zien. Er is iemand die de wave in gang steekt. En dan zo, tijdens de rustvraag is ook van... en nu mag iedereen de lichtjes aansteken. Allee, in en dat waren ook bijna alleen Braziliaanse supporters natuurlijk. Want ja, de Belgen hadden sowieso niet echt gerekend van...
Allee, we moeten een lange reis maken. Gaan die Belgen de volgende ronde halen? Dat is niet zeker. Tickets gaan we daar nog niet verkopen. Dat zien we dan nog wel. Ik denk dat mijn broer met een paar kameraden en nog een stuk of 20, 30 man, dat dat de enige Belgische supporters waren in het stadion. En voor de rest waren dat alleen maar Brazilianen. Ja, het is heel lastig om te gokken dat ze doorgaan. En dan zitten daar in dat land en hebben dus niks te doen. Ja, misschien moeten we die ploeg van 2002 eens vergelijken met die ploeg van nu. Ja, want ik wou zeggen... Het is een rustdag, dus we hebben geen all-star team. Daarom, we kunnen een eigen team maken. Evert heeft hier een prachtig veld opgetekend, aangezien zijn hand veel vaster is dan die van mij. En dus, leuk om te vergelijken. We zullen de positie per positie afgaan. Dus het Brazilië van nu en het Brazilië van toen. Ja, Brazilië waar Geert tegen gespeeld heeft. Ah, ik dacht versus het Brazilië van nu. Nee, we gaan het over de Brazilianen hebben. In doel, Marcos of... Alisson Becker. Geert, jij bent de keeper hier, dus jij kan dat het beste beoordelen, denk ik. Ja, ik ga toch voor Becker gaan. Ik moet zeggen, Marcos was na Tafarel toen nog ook een van de betere doelmannen bij de Brazilianen, waar lang van gezegd werd, ze hebben geen goede keeper. Maar oké, als je nu ziet dat ze en met Becker en met Ederson twee zo'n fantastische doelman hebben... Ze hebben nog niet vaak zo'n goede keeper op een WK gehad, denk ik. Nee. En ook al... Dida was ook goed, maar ja. Dit is toch nog een ander niveau. Linksachter hebben we Sandro of Roberto Carlos. Ja. Lijkt me redelijk gemakkelijk. Ja. Ja. Zal allemaal maar. En rechtsachter, ja, ik denk dat we allemaal Cafu gaan willen sowieso. Ja. Hè? De backs zijn redelijk gemakkelijk, denk ik. Ja, Cafu speelde 3 WK-finales op rij. Ik bedoel, dan verdien je het. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. Centraal in de defensie hebben we Lucio of Thiago Silva? Of die twee? Dat kan ook, want we hebben ook Roque Junior en Marquinhos. Dat zijn de 4 centrale verdedigers waar jullie uit moeten kiezen. Kies ik voor Lucio Silva. Ik ook. Marquinhos niet? Ja, moeilijk. Ja, ze hebben mij ooit gezegd dat ik op Lucio lijk om mij te pesten. Wat? Ja. Marquinhos Silva. Dat is mijn Arabisch. Dat zie ik wel. Dus Lucio dan en Thiago Silva. Geert, wat zeg jij? Ik sluit me aan bij... Maar zeg maar, jij wou Marquinhos. Ja, Marquinhos en Silva lijkt me ook wel een ploeg waar je wereldkampioen mee kan worden. Kan ook, hè. Geert beslist. Geert, jij beslist. Ja. De professionele analist heeft een doorslaggevende stem. De oudste mag. Ja. Oké, de verdedigers hebben dan gehad. Dan is het Ed Milson, als ik me niet vergis, of Casemiro. Ed Milson hebben ze van de vrije trappen. Nee, dat was die van Serai. Juninho. Jij bedoelt Juninho. Juninho, ah, ja. Ed Milson. Ed Milson was een goede speler. Hij heeft ook bij Barcelona en zo gezeten. Ja, maar Casemiro... Casemiro heeft veel meer prijzen gepakt. Dus ik denk toch Casemiro. Okay. En was lang mee een van de dragers. Ja. Middenveld. En die twee kouken ook een geniale goal gemaakt. Ja. Klopt. Okay. En dan hebben we nog Gilberto Silva of Paqueta. Ja. Oef. Puur uit nostalgie wil ik toch Silva. Ja. Het gaat om wereldkampioen worden. Dan kies je pakket aan. Valt me wel goed op dat. Maar al die aanvallers die we nog gaan kiezen, heb je misschien 2. Aanval is de beste verdediging. 2 zekerheden. Ik heb ook een zwak voor die Paqueta. Ja. Zeker die 2K. En zeker die geweldige goal dat hij maakt. Allee, ja, oké. Okay, Paqueta. Die zetten we. Dan hebben we... Nu volgende... komt het. Ja, nu komt het moeilijk. Ja, het is... nu wordt het heel plezant. Dit was echt voor de aanvallende werelden, het is moeilijk eigenlijk. Op de 10, dan hebben we voor nu, kunnen we daar Neymar zetten. En dan is het Juninho Paulista bij het Brazilië van 2002. Ik denk dat ik dit zelfs niet moet vragen. Juninho Paulista. Ja? Ja, gewoon om Neymar te pesten, dat is zo. Geert? Nee, Neymar, ja. Neymar, Sam, Evert? Ja, tuurlijk Neymar. Oké, okay, goed. En nu wordt het helemaal nog moeilijk. Hè? De flankje. Ik zal rechts beginnen. Ja, wat zeg je? Ronaldinho. Ronaldinho van op links. Ja. Sowieso boven Vinicius. Ja. Daarvoor heeft hij te weinig kunnen spelen. Dat is gemakkelijk. En naar rechts is het Rivaldo of Rafinha. Zo zijn. Rivaldo. Rivaldo. Het gaat gewoon de oude... Ja. En dan... Met Neymar erbij. Ja. En dan... En Ronaldo in En dan Ronaldo of Richarlison. Nee, ja. Wow. Richarlison. Hey. Ja, maar wat een geniale ploeg heb je toch. Wow. Dat is waanzinnig. Eigenlijk wel een best goed ploeg waar we tegen gespeeld hebben. Absoluut. En nu doen we de Belgen. In de kom. Courtois of Geert de Vlieger? Courtois. Tof ploegje. Absoluut. Heren, we gaan moeten afronden. Dikke merci om te komen. Aan de kijkers en luisteraars, het is morgen opnieuw een rustdag. We zijn er wel weer en hij komt.
Dag Dennis, welkom op mijn zolder. Wat vind je ervan? Ik ben geïntrigeerd door al die dozen. Er zit ergens een match-worn Jordans in van Michael Jordan uit de finale van 1994. Dat is heel straf, want in 1994 was hij gaan baseballen. Dus, dat lijkt mij heel bijzonder als hij daar gespeeld zou hebben. Maar kijk, verdomme. Ik heb een item voor u gekozen dat eigenlijk overkoepelend is over alle WK's heen. Ik geef u een truitje en jij mag dat bestuderen. Voilà. Het is geel. Het is geel, ja. Het is Brazilië, dat is duidelijk. Het is Brazilië 2006. Maar het gaat om de sterren die boven het embleem staan. Er staan vijf. Vijf is echt veel, hè. Dat is waanzinnig. En als die blijven wereldkampioen worden, wat gaan die daarmee doen? Die kunnen gelijk de Europese Unie zo rondom rond sterretjes. Kijk eens naar mijn borst. Ja, ik zie te veel sterren voor Uruguay. Uruguay speelt met vier sterren boven het embleem. Ondanks dat ze maar twee keer wereldkampioen zijn geworden in 1930 en 1950. Dus waarom spelen zij met vier sterren? Omdat ze twee keer Olympisch kampioen zijn geworden. In 1920 waren de Olympische Spelen in Antwerpen en hebben wij die gewonnen. Ik dacht, kom, we nemen de vlucht vooruit. En we hebben eentje met een ster. Nee? Vind je mooi, dat niet mooi? Het is wel cool, hè? Het is toch prachtig? Het geeft ons wel een beetje meer présence en een beetje meer allure. Ja, als je de voetbalcultuur en alle charme er rond wil omarmen, dan moet je zeggen, ja, een Olympische titel willen we misschien ook wel vieren en eren. Maar dan enkel wel van voor 1930? Ja. Okay. Vanaf dat het WK bestaat, tellen we het WK. Voor het WK de Olympische Spelen en voor de Olympische Spelen oefenmatchen. Zeggen we ja of nee tegen de ster boven het embleem? Ik zeg ja, gewoon om de geschiedenis te omarmen. Voilà, puur daarom zeggen Dennis en ik ja tegen de ster en zeggen wij tot morgen. Mooi, hè?